Hallo allemaal en welkom bij deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over het kleine gevrichtje aan de voorzijde van de knie. Dit wordt ook wel knieschijf genoemd of patella in het Latijns. Het knieschijfje is veelvuldig en vaak een reden voor knieschijfklachten. Dit beperkt vooral het dagelijks leven, maar ook vaak met sport. Hoe kan je hiermee omgaan? Hoe ontstaat het? Bij wie komt het veel voor? Dit zijn de onderwerpen en vragen die we in een drieluik met een van onze kniespecialisten gaan beantwoorden. Welkom bij de Niek Club. Vandaag zit ik met Stijn, Stijn Haverkamp. Hij is kniespecialist bij Kniepijnvrij en gaat ons wat vertellen over de knieschijfklachten. Welkom Stijn, leuk dat je hier wil zitten vandaag. Uh, ik denk het makkelijkst en het beste is om jezelf gewoon even voor te stellen. Ja, dankjewel Michael. Uh, onwijs leuk om hier te zijn, dank voor de uitnodiging. Ja, mijn naam is Stijn Haverkamp. En ik ben al sinds 2007 fysiotherapeut, manueeltherapeut en master of science. En eigenlijk sinds de laatste acht jaar heb ik mij toegelegd op de knie. En dan specifiek het patellofemoraal pijnsyndroom. En uh, ja, daar zie ik nu ongeveer 80% van mijn uh, patiënten voor. Heel hoog percentage, 80%. Maar wat je ziet toch niet zo heel vaak dat uh, manueeltherapeuten de kant van de, de knie kiezen. Je ziet toch vaak dat eerder de sportfysiotherapeuten dat, uh, dat doen. Van waar jouw interesse uiteindelijk voor de, voor de knie? Ja, dat is toch ontstaan tijdens mijn opleiding tot manueel therapeut. Uh, daar heb ik zelf onderzoek gedaan naar wat de invloed is van de behandeling van de lage rug. Tot opzichte van uh, dit soort knieklachten. En dat bleek eigenlijk heel erg goed te zijn. En dat heb ik later nog weer uh, onderzocht met Universiteit Brussel. En daar bleek een hele duidelijke relatie te hebben met lage rug en de knie. En vandaar dat ik eigenlijk uh, mee op dit probleem ben gestort uh, vanuit de manuele therapie. Zo geobsedeerd door die knieschijf dat je zelfs een website uh, eraan hebt gewijd. Uh, kniepijnvrij. Vertel, uh, wat, wat kan je allemaal vinden op de, op de site? Ja, dat klopt. Uh, kniepijnvrij is een website eigenlijk over uh, dit probleem. Uh, daarin kan je eigenlijk alles vinden zeg maar, over wat het probleem precies is. Wat uh, vaak verkeerd gaat. Uh, waarom mensen nog klachten hebben. En met name ook uh, wat je zou kunnen gaan doen om eraf te gaan komen. Oké, okay, nou, dat lijkt me duidelijk. Uh, laten we vooral nu inzoomen op wat is nou eigenlijk een knieschijfklacht. Dat is een beetje de, de volksterm uh, zoals iedereen het noemt. Complex is het uh, patellofemoraal pijnsyndroom. Maar laten we eens inzoomen van wat is nou eigenlijk dit gevrichtje. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, als we het hebben over het patellofemoraal pijnsyndroom... dan kijken mensen me altijd een beetje raar aan. Want het is natuurlijk een hele mond vol. En uh, de meeste mensen kunnen het ook vaak niet in één keer goed uitspreken. Daar heb ik zelf ook nog wel eens last van. Maar uh, pijn pijnsyndroom betekent eigenlijk pijn rondom de knieschijf. Patella staat voor knieschijf en uh, femoraal staat voor het bovenbeen. Dus het is eigenlijk pijn rondom de knieschijf. Betekent het woord syndroom uh, over het algemeen in dit soort casustieken of in deze problematiek? Ja, dat we eigenlijk niet zo goed weten wat nou precies de pijn geeft. Hè? En in dit geval kunnen er heel veel oorzaken zijn. En bij pijn pijnsyndroom is er vaak geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Maar is er een idee te geven van waar de pijn vandaan komt? Uh, Jazeker. Ja, de pijn komt eigenlijk vanuit de structuren rondom de knieschijf, die op een of andere manier overbelast worden. En de oorzaken daarvoor zijn vrij divers. Uh, en als je gaat kijken naar de mensen die er hierover klagen, wie, wie hebben de meestal last van knieschijfklachten? Nou, gelukkig voor ons, maar wat minder fijn voor de vrouwen. En dat is eigenlijk toch bij veel uh, orthopedische klachten. Uh, hebben vrouwen gewoon een groter risico op, uh, op klachten? En in dit geval ook voor de knieschijf. Het is zelfs zo dat vrouwen ongeveer twee keer zo hogere kans hebben op het ontwikkelen van uh, het patellefemoraal pijnsyndroom. Ik noem het liever knieschijfpijn dan uh, mannen. En kan je daarvoor uh, redenen aangeven? Um, ja, zeker. Uh, uh, het is ook goed om te zeggen dat het uh, ook vaak bij een bepaalde leeftijdscategorie voorkomt. Hè? Dus bij uh, jonge meisjes uh, tussen de leeftijd 16 tot 25 jaar komt het veel vaker voor. En zelfs ook bij een wat oudere populatie tussen 50 en 59 jaar, al is daar de oorzaak wat minder duidelijk aan te geven. Laten we dan beginnen bij de jonge meiden. Is daar een reden voor dat juist die groep en uh, de meiden juist uh, de meeste klachten hebben? Jazeker. Uh, Over het algemeen hebben vrouwen wat uh, breder heupen dan mannen, waardoor eigenlijk de knie meer naar binnen valt. We noemen dat uh, knieing in. En dat heeft geen uh, goed effect op de knieschijf. Hierdoor wordt de knieschijf eigenlijk een beetje uit zijn ligging getrokken. En dit geeft uh, een piekbelasting. In de medische termen noemen we dit lateralisatie. En dat betekent eigenlijk dat je knieschijf uh, te veel naar buiten beweegt, omdat je knie eigenlijk te veel naar binnen beweegt. En zijn er nog andere factoren dan behalve het naar binnen zakken van de knie? Ja, absoluut. Uh, de zwakte van de heupspieren, uh, zwakke heupspieren, die zijn ook minder goed in staat om de knie recht, toe, uh, recht aan te laten bewegen. Uh, daarnaast is ook een zwakte van de bovenbeenspier wel een grote factor. En eigenlijk zijn er heel veel andere factoren te noemen als je gaat kijken naar de uitleiding van de knie. Dus ook uh, platvoeten bijvoorbeeld, mobiliteit van de enkels. Um, en daarnaast ook nog andere factoren zoals uh, overgewicht en uh, depressie. En hoe komt het nou dat er eigenlijk specifiek vanaf die, uh, die specifieke leeftijd, hè? je geeft aan vanaf 16 jaar, 15, 16 jaar, hoe komt dat nou vanaf die leeftijd? Ja, inderdaad. Ongeveer de grootste groep die deze klachten heeft, dus ongeveer 70 procent, heeft inderdaad een leeftijd. Uh, 16 tot en met 25 jaar. En dat komt eigenlijk omdat je ook dan wel nagenoeg uitgegroeid bent, maar je spieren zijn nog niet op volledige kracht. En die spierkracht heb je met name nodig om de knieschijf goed in het gootje te positioneren. Dus als de bovenste spieren te zwak zijn, dan dat is dat eigenlijk ook een van de grootste factoren voor het ontstaan van deze klacht. Dan wordt de knieschijf niet goed in het gootje gedrukt, als het ware. En um, gaat dat pijn geven. Ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. En op zich, de, de redenen die je hebt aangegeven... volgens mij zijn die allemaal wel goed te behandelen. Hoe uh, kijk jij er tegenaan? Ja, zeker. Uh, gelukkig is het wel goed te behandelen. Alleen als je kijkt naar de prognose... als je naar de wetenschappelijke onderzoeken kijkt... lopen uh, meer dan de helft van de mensen... na één tot vijf jaar nog steeds met klachten rond. En dat is uh, mijn inziens onnodig. Ik denk dat dat komt omdat er... Uh, over het algemeen. Het is een moeilijke klacht, maar over het algemeen ook niet optimaal behandeld wordt. Um, en uh, daarom heb ik mij eigenlijk gespecialiseerd in het onderwerp, om dat uh, uh, percentage in ieder geval omhoog te brengen. En heb je dan uh, een soort van gouden tip aan de, ja in dit geval denk ik wel de vissteelpuiten. Van uh, uh, let hier wat meer op of uh, geef daar wat meer aandacht aan? Ja, ik denk dat het grootste falkal is, is dat uh, nou, de grootste oorzaak voor deze klacht is dat er te weinig spierkracht is van de bovenspieren. En dan is de valk al eigenlijk dat mensen die spieren gaan trainen, terwijl de knie daar niet klaar voor is. Ja, dus door het trainen van die bovenspier ga je de knie ook belasten, maar dit geeft vaak pijn. En die pijn zorgt ervoor dat je niet goed herstelt. Het is vaak het mechanisme waarin de meeste patiënten die ik zie, want ik zie ze bijna allemaal na een, een ander traject. He, dus ze lopen spaken en dan komen ze bij mij. En dit is vaak de grootste factor waardoor het uh, verkeerd gaat. Dus ze blijven trainen terwijl dat, uh, uh, dat eigenlijk pijn doet. Dit is een tip, met name ook voor de fysiotherapeut. Uh, maar heb je eventueel ook nog een, een aanwijzing of een advies naar de cliënt toe? Van waar kunnen ze zelf op letten als ze bij iemand in behandeling gaan? Of, uh, of, of de, goede, de goede richting wordt gegeven aan de, aan de behandeling? Heb je daar nog iets van een advies in? Ja, wat ik zeker zou zeggen is. Uh, Zoek een fysiotherapeut uit die uh, hier ervaring mee heeft. En wat mij betreft essentieel is, is dat als je traint, dat die pijn uh, niet te erg wordt. Ik geef altijd een pijnschaal mee van tussen 0 en 10, tussen 0 en 3, zeg maar is de groene zone. En tussen 3 en 5 is oranje. En boven de uh, 5 moet je niet komen, want dat is rood. Dus dat betekent dat als je traint dat die pijn niet hoger mag worden dan 3 tot maximaal 5 en dat ook de napijn niet langer mag duren dan 24 uur. He, dus ook als je uh, de volgende dag nog last hebt, dan heb je eigenlijk te zwaar getraind. Ik zie heel vaak dat mensen bij fysiotherapeuten trainen en daar gewoon te veel pijn van hebben, omdat er wordt gezegd je moet gewoon door de pijn heen gaan. Nou, zo ga je er niet van afkomen. Ja, want dan is het gewoon een te zware reactie. Eigenlijk moet een uur nadat je de oefening hebt gedaan, moet de pijn al echt significant minder worden. En eigenlijk heb ik het liefst dat je minimaal pijn hebt tijdens de oefeningen. Ja, dus respecteer de pijn. Klinkt het een beetje? Hè? Van, ja. uh, zodat je Zo min mogelijk pijn hebt, zo min mogelijk pijn tijdens oefenen, zo min mogelijk pijn na de hand. Ik denk dat dat een uh, waardevolle tip is. Want je hoort inderdaad af en toe wel eens gezegd worden, hè? train maar lekker door de pijn heen. Dan, uh, wie weet, trekt het dan uh, wel weg of wordt het dan wel beter. Maar dat is jouw idee. Uh... Is, te, is niet zo, zeg maar. Nee, absoluut. En dat heeft ook nog met de andere factor te maken. Dat is omdat het, de meeste mensen die bij mij komen wel langer dan drie maanden last. Hè? Dus dan wordt een klacht al snel chronisch genoemd. Chronisch klinkt altijd alsof je er nooit meer vanaf komt. Maar dat is dus niet zo. Pijn is uh, chronisch als het langer dan drie maanden aanwezig is. Uh, maar vaak zie je wel dat er dan een aantal dingen veranderen in het systeem. Wat mij betreft neerkomt, dat als je dan heel vaak die pijn blijft opzoeken, dat je ook veel meer in die pijn herinnerd wordt. Waardoor de pijn eigenlijk gewoon moeilijker weggaat en eigenlijk in je systeem blijft. Juist door te trainen, zoveel mogelijk buiten de pijn, ga je dat pijnpatroon doorbreken. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je moet doen, is dat pijnpatroon doorbreken. Hoe kan je pijn op zichzelf al uh, interpreteren? Ja, uh, goede vraag, hè, want pijn is eigenlijk... Uh, Subjectief en pijn zit in het brein voor 100%. En dat is dan gelijk ook iets wat ik heel veel terugzie uh, uh, bij mijn uh, patiënten, is omdat ze bij een orthopeet zijn geweest, een huisarts of ander fysio, en ze zeggen: Ja, we kunnen niks vinden aan die knie. En dat is ook zo: hè. het patellefemoraal pijnsyndroom is een aandoening waarin geen aantoonbare schade is, gelukkig maar. Uh, 25% van alle knieklachten is aspecifiek. Dat betekent dat er geen aantoonbare oorzaak is of schade uh, in relatie tot de pijn. Ja, dus pijn, uh, wat dat betreft zit het in het brein. En dat is eigenlijk voor elke pijn zo het geval. Maar dat betekent niet dat je gek bent of dat je het je verzint. Het is eigenlijk alleen een, uh, uh, ja, een soort van overbescherming van het pijnsysteem. Omdat het systeem uh, heeft bedacht dat bepaalde activiteiten... zoals hurken, traplopen, fietsen, dat dat schadelijk is voor de knie. En in dat geval probeert het, uh, het systeem weer te waarschuwen. En dat doet het met pijn. Het wil alleen niet zeggen dat pijn dus uh, in dit geval schade veroorzaakt. En is er als alternatief, kan je dan nog eventueel pijnmedicatie nemen om dan te gaan trainen? Ja, daar ben ik eigenlijk niet voor. Hè? Want dat betekent eigenlijk al dat je uh, uh, in de pijn gaat trainen. En uh, ik denk niet dat dat nodig is, omdat er heel veel andere mogelijkheden zijn om buiten die pijn te trainen. Door bijvoorbeeld eerst de heupspieren uh, te versterken, het kniegewicht gedoseerd te belasten. En daarnaast, je gaat beter worden in pijn, helaas. Dus dat betekent dat je, als je medicatie gebruikt, dat eigenlijk de hele, het hele pijnsysteem beter gaat functioneren. Waardoor je juist eerder pijn gaat krijgen als je ermee stopt. Oké, okay, dit is vooral denk ik uh, afrondend voor de groep van 16 tot 25. Uh, ik denk dat we de, de knieschijfklachten nog wel in uh, twee andere groepen kunnen verdelen. Uh, we hebben zeg maar, de, wat, de wat oudere mensen, hè? de 45 plus. Wat is bij hun uh, als reden te geven voor hun klachten? Kan je daar iets over zeggen? Ja, um, wat ik, mij voornamelijk opvalt, is dat dat natuurlijk meer een populatie is over het algemeen wat minder sportief is. en die uh, zittend uh, beroep heeft. Um, en daardoor. Uh, wat ik heel erg heb gemerkt is dat dan ook de rug verder verstijft en een stijve rug uh, geeft een grotere kans op, uh, op knieklachten hier in dit geval. En uh, ja, dat is voor mij inziens een belangrijke oorzaak. En daarnaast, ja, uiteindelijk kan slijtage ook een rol gaan spelen. Ja, kruip en schade, lijkt me ook dat dat hè, de belastbaarheid van het gewrichtje natuurlijk uh, vermindert. Uh, hoe kan je zie je daar onderscheid in over tussen de jonge groep en de, de, de wat oudere groep? over het klachtenpatroon uh, waar ze over klagen? Um, niet heel specifiek, want over het algemeen... als je gaat kijken naar uh, wat is nou pijn pijnsyndroom... of knieschijfpijn, is dat eigenlijk gewoon pijn rondom de knieschijf. En dat is voor jonge mensen niet heel veel anders dan uh, oude. En eigenlijk daarbij is het belangrijk... dat andere factoren worden uitgesloten... zoals uh, meniscus schade, uh, kruismanschade, uh, en eigenlijk andere aandoeningen rondom de knieschijf. En als je het hebt over de oudere populatie, ja, dan hebben we het over uh, chondromalatie. Dat is eigenlijk een term voor, wat, uh, voor kraakbeenschade. En dan is de pijn eigenlijk nog steeds aanwezig uh, achter het knieschijf En die kunnen wel wat meer last hebben van ja, de specifieke artroseklachten. Zoals dat het, wat startstijfheid, uh, uh, ochtendstijfheid, uh, nachtelijke pijn. En hoe ontstaan deze klachten uh, meestal? Uh, de knieschijfklachten in het algemeen bedoel je? Nou, de, voor degene die wat ouder zijn, hoe ontstaan die? Is dat vaak acuut? Of uh, uh, ontstaan die geleidelijk of ja, uh, na ja, aanval? Ja. Of? ja, dat kan beide natuurlijk. Hè? Dus, uh, ik heb ook wel de, uh, de patiënten die met het knieën op het ijs zijn gevallen of met schaats en, uh, of met de knieën op de grond, of die hebben zich gestoten, hè? dan is het vaak een acute blessure. Er is een... In het ergste geval kan het zelfs ook nog kraakmoeischade geven. Maar over het algemeen ontstaat deze klacht geleidelijk. We hebben eigenlijk ook nog de groep... Uh, de mensen die geopereerd zijn. Het valt mij altijd wel op dat uh, daar een hele grote percentage... ook wel knieschijfklachten ontwikkelt. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, die, uh, die zie ik zelf ietsjes minder. Maar uh, ik, herken die ik herken die zeker wel. Uh, ja, het... Dan moeten we misschien nog iets dieper induiken op wat, uh, wat de knieschijf precies doet. En uh, de knieschijf is eigenlijk een los botstukje wat over het bovenbeen heen glijdt. En uh, de knieschijf nou, die is ongeveer een centimeter of vier, 5 groot. En die legt wel de afstand af van twee keer zijn lengte. En uh, of dat goed gaat is afhankelijk van uh, de verhouding van spierkracht. Met name van de bovenbeenspier en de hamstring. En wat er natuurlijk gebeurt na een operatie, zoals ik al zei, is dan uh, eerder zei, is de spier wat verzwakt. En met name de bovenbeenspier. En dat gebeurt namelijk ook na een operatie, waardoor de knieschijf eigenlijk niet meer goed door het gootje wordt getrokken. En dat is vaak de reden dat er klachten ontstaan, omdat de spieren te weinig doen. En mensen hangen dan vaak te veel in het knieschijfgevriger, waardoor het overbelast wordt. En wat is de goede nieuws vooral voor deze mensen? Nou, dat het wel uh, natuurlijk te voorkomen is door. Uh, de knieën op de juiste manier te belasten en je belasting gedoseerd op te voeren. En uh, een goede fysiotherapeut zoeken die uh, bestand heeft van uh, het revalideren van de knie na een operatie. Ja, en volgens mij ook wel als toevoeging, hè, die klacht gaat over het algemeen ook wel weer vanzelf over na zo'n operatie. Het is vaak vervelend, stoort echt wel in je opbouw van je revalidatie. Maar zodra de kracht ernaar toeneemt, na verloop van meestal wel weken, dan zie je toch dat mensen sterker worden en dat die knieschijfklacht dan langzaam ook uh, minder wordt. Ja, ja, en dat is natuurlijk meer uh, jouw uh, ja, is pakje aan. Ja. een beetje mijn ervaring die ik dan uh, mee kan geven. Uh, ik denk dat we zo'n beetje tot het einde zijn gekomen van deze uh, podcast. Uh, de volgende keer dat we bij elkaar gaan zitten, dan gaan we het hebben over uh, de behandeling van uh, knieschijfklachten. Voor nu wil ik je in ieder geval hartstikke bedanken. En uh, maar, ja, mochten mensen nog meer informatie willen over uh, knieschijfklachten of knieklachten in het algemeen. Kijk dan op www.denieclub.com of kniepijnvrij.nl. Bedankt. Dankjewel, Michael.